Vandaag zijn we in Genderen bij Casper van de Wetering en Eline, zijn vrouw, die in de toekomst in Genderen een kaas- en zuivelfabriek, of hoe moet ik het eigenlijk noemen? Nee, bereidingsruimte. Bereidingsruimte, ja. Jullie gaan, is de bedoeling dat jullie kaas gaan maken, boter, pap, yoghurt, alles wat maar met zuivel te maken heeft. Ja. En begrijp dat jij dus Casper een boerderij in Almkerk hebt en dat is het hulpgat. Ja. Waar ligt dat ongeveer? Is dat aan de dijk of in de polder? Of? Het is aan de dijk, tussen Uppel en Almkerk in. Oké. Okay. En het is bedoeld dat Eline dus eigenlijk het Zeeuws meisje gaat worden, als ik het goed begrijp? Het Brabants meisje. Oh, het Brabants meisje, maar jij gaat hier niet meer een kapje oplopen, begrijp ik? Nee. Ja, waarschijnlijk voor de zuivel wel met een haarnetje, weet ik wat. Ja. En ik begrijp dat jullie dus volop bezig zijn om cursussen te volgen. Dat jullie spullen overgenomen hebben en dat die man die gestopt is, die willen jullie dus gaan helpen om zuivere Gender te gaan maken. Ja. Ja. Is de bedoeling dat jullie ook een winkeltje gaan beginnen? Of gaan jullie leveren aan winkeliers? Of hoe zien we dat? Of is dat nog niet helemaal bekend? Jawel, we gaan wel van huis uit producten verkopen inderdaad. Ja. Daarnaast willen we ook streekwinkels gaan bevoorraden, ja. Ja, ja. Oké. Kaas speciaal maken. Kaas, oké. En is er nog iets dat jullie een speciale kaas gaan maken? Is het gewone kaas? Of is het kruidenkaas? Of hoe zien jullie dat voor de toekomst? Of is dat nog, er kan alle kanten nog op gaan? Ja, het is voor ons helemaal nieuw. Eerst willen we gewoon met normale boerenkaas beginnen. Ja. En van lieverlee dan zullen we wel hier en daar een experiment doen om iets. Ja, goed, maar dat doen eigenlijk alle fabrikanten. Ja. Hè? Om een eigen product te gaan creëren. En dan als je de kaas ziet, dan zeg je, nou ja, goed, dat is kaas van het hulpgat natuurlijk. Hè? Ja. Nou, ik begrijp Casper dat jullie eerste aanwinst is, jullie dochter. Ja, dat is Joselin. Hoe oud is die? Die wordt bijna 2. Bijna 2? Ja. Oh, nou dan kan ze over een paar jaar kan ze natuurlijk al een beetje mee gaan rommelen, hè, met mama. Jawel. Oké, Casper, we staan hier bij de zogenaamde kaasplanken. En ik begrijp dat er toch heel wat kaas gemaakt kan worden als ik zo eens kijk, want er staan er nog wel een paar. Ja. Ja, voor je eenmaal kan gaan verkopen, moet je natuurlijk wel een tijd op kunnen slaan. Ja, ja. Kaas moet rijpen. En de ene kaas moet langer liggen dan de andere waarschijnlijk. Ja, ja. Ja. Maar ik had het straks over een zuivelfabriek eigenlijk, maar het moet eigenlijk meer een ambachtelijk bedrijf zijn waar alles handmatig gebeurt. Ja, ja, het is vooral ambachtelijk. Daarmee onderscheiden we ons ook ten opzichte van de grotere jongens. Ja. Nou ja, misschien voor de toekomst nog eens een keer om de lagere scholen uit te nodigen. Ja, educatief bezig zijn. Ja, heel belangrijk. Ik denk dat het hartstikke leuk is. En als de kinderen geïnteresseerd zijn, zo werkt alle reclame. Je moet de kindjes zien te bereiken, dan kom je vanzelf bij de moeder terecht. Hè? Want die heeft uiteindelijk toch de portemonnee. Zo is het maar net, ja. Oké, we gaan je in de toekomst volgen. We wonen hier niet zo ver vandaan, dus... Hoe het met de bouw gaat, met installeren van de apparatuur. En we zouden er toch graag bij willen zijn als je de eerste boter uit de karren tovert. Ja. Dat lijkt me toch wel interessant. Ja, binnen een maand of twee dan proberen we te gaan draaien. Oké, we houden ons eigen aanbevolen. Succes voor de toekomst. Dank u wel.